In de vorige aflevering van Luigi's Mansion zat heel het spookhuis onder de spinnenwebben. En dat heeft Luigi keihard opgeruimd met stofzuiger. En in deze aflevering krijgen we een upgrade voor de stofzuiger. Hij is naar niveau 2. Daarmee is de trekkracht verbeterd. Wanneer je de meter oplaadt en op A drukt, breng je het spook nog meer schade toe. Dat is very good, very nice. Vanuit diep in het huis komt een ongelooflijk sterk paranormaal signaal. Ik durf te wedden dat het verband heeft met de spinnenplaag. Oeh, we krijgen een gevecht met de baas. De paranormale activiteit in het huis slaat op hol. Ik heb geen idee wat zich bevindt in de kelder, maar het is niet blij. Wil jij een kijkje nemen? Ja, dan stuur je mij er weer op uit, hè? Het komt uit de kelder. Oh nee. De kelder is altijd een heel slecht teken. We krijgen hier de grote sleutel naar de kelder. Oh nee, deze is voor de lift. Oké. Hij volgt mijn voortgang uit zijn warme bunker, zegt hij. Deze man, hè. Laat ons het maar weer oplossen. Nou, we staan hier in ieder geval gelijk bij de lift. Die kunnen we gelijk pakken. Oh nee. Het hekje is aan de zijkant geduwd. We stappen de lift in. Kijk hoe klein deze lift is. Het is ook echt een eenpersoonslift. Nou ja, misschien kan Mario er ook nog bij. Kunnen met z'n tweeën een beetje duimen draaien. Natuurlijk gaat de lift kapot. Oh nee. Oh nee, Luigi. Het lijkt erop dat we veel dieper dan de kelder gaan. Of is het wel de kelder? Ja, we zijn in ieder geval goed terechtgekomen. Inderdaad, veel spinnenwebjes ook hier zo. Nou, Luigi. We gaan het even doen. Let's go. Moet ik hier weer die spinnenwebben opzuigen of hoeft dat niet? Ik denk niet dat het moet. Ik kan hier wel wat munten laten spannen. Dat is... Oh, ik dacht dat ik wat munt kon laten spannen. Oh my god, wat gebeurt hier? Kijk hier, al die spinnen. Er zijn ook nog ridders. Oh, ridders met vuur. Ik ga je heel voorzichtig even die spinnen allemaal opzuigen zo. Daar nog één. Oké. Nu ga ik even om me heen kijken. Oh, kijk ze dan. Kijk ze dan. Oh, kijk hier weer wat Garbodor hoopjes. Hey, wel een schatkist. Dat is ook vaak in de kelder, hè? Dus er liggen toch ook wel schatten te vinden. Eeuwenoude schatten. Kan ik alsnog deze munten krijgen? Ja. Ja. Lekker. Ik ben rijk. Oké, maar we moeten die kant op. Ik zie daar nog wat munten achter de spinnenweb. En dan moeten we die ridder natuurlijk dit laten aansteken. Oké. Oh, daar is mega spinazie. Daar komt die. Kwek uit. Niet geprikt worden. Oké. Hoe gaan we dit doen? Ik denk toch echt dat we... Oké, kleine spinnen. Nou, ik wil die bol achter hem pakken. Ik denk dat dat belangrijk is. Of ik ga eerst even een muntje pakken. Oké, dan gaat hij dit doen. Ja, dat kan ik niet. Ik kan niet te dichtbij komen. Oh, wacht. Maar zijn ogen, die glimmen op. Ik denk dat ik hem moet verblinden op het moment dat hij die aanval doet. Oh, shit. Ik moet niet steeds tegen die kleine spinnetjes oplopen. Dat is echt zonde. Kijk. Dan draait hij zich om. Dat wil hij niet. Dan kan ik deze pakken. Pak. En weglopen. Ja, dit is goed genoeg, denk ik. Huh, gekke blob. Nog een gekke blob. Kijk, dan doet hij dit en dan... Kijk, ja, lekker. Dan kan ik zijn web achter hem verbranden. Dit gaat goed. Lekker. Oh, wat? Wat is dit voor gek spook? Wow. Dit is unicorn spook. Wat doet hij? Auw. Gast. Hoe kan ik dat überhaupt afweren? Oké, let's go. Pak hem. Ik ga nu zo hem opzuigen. Gelukkig erop die hartjes. En nu? Dan gaat hij weer in die spin. Hij neemt bezit van die spin. Oké, die spin kan hier niks aan doen dus. Oh, jongen. Ach, had het even verteld dat je dit ging doen. Dat wist ik toch helemaal niet. Dan had ik even aan de zijkant gestaan. Oké, wat doe je? Je gaat weg? Je gaat verder weg? Oké. Kunnen deze spinnen opzuigen? Ik kan hier deze... Nee, ik kan die niet pakken. Kijk uit voor die blob. Oh, wacht. Hierboven. Zo, dit rond laten draaien. En dan... Ja, sla maar. En dan... Oh, dan moet ik wel even... Dit blijven doen zo. Dit is moeilijk. Kijk uit voor de blob. Oké, die gaat nu hard. Ja, die gaat nu hard genoeg. En dan... Ja, kijk. Lekker. Wat is dit? Wat gaat die ridder doen? Oh. Oké. Kan hij ook nog aan de andere kant? Aan de andere kant zit namelijk ook nog een spinnenweb. Let's go. Loop er doorheen. Loop er langs. Goed zo. Kan het niet verder pakken. No. Hoe werkt dit? Tussen doorlopen. Loop ik nu een beetje naar deze kant. Misschien dat hij iets doet. Kijk. Ja, hij heeft hem gepakt. Oké, goed zo. En wat kunnen we dan nu? Oh. Moet deze dan vuur hebben? Ja, werkt dit? Kan ik hem nu dan deze laten draaien weer? Oh shit, ik heb hem uitgedaan. Dat is wel lastig dit. Go. Kom op, ridder. Zet hem aan. Oh, kijk, ja. Alles vat nu vlam. Ja, dit was goed. Ik kon gewoon hieronder staan. Ik zat veel te moeilijk te doen, maar dit was nice. Oké, lekker. Pak hem. Lekker. Wat? Heeft hij nou nog... Zit hij nou in nog een jasje? Oké, die spin gaat mij denk ik nu weer aanvallen. Dus ik ga even wegrennen. Ja, ik denk ik ga even verstoppen voor jou. Ik wist al dat jij die kant op kwam rennen. Oké, waar is die nu? Hij gaat weer door de muren. Hij gaat nog verder. Hij maakt alles kapot hier. Oké, en nu? Ik denk weer hetzelfde. Uitkijken voor de slijm. Er zijn heel veel spinnetjes. Die gaan we pakken. Oh, shit. Hallo. Ik ben er weer. Ik moet eerst deze aanzetten. Meenemen.
Rennen, luig. Oké, pak vuur. Ah, wat? Ik zag niet wat daar gebeurde, waarom ik werd geraakt. Was dat weer door slijm? Oh my god. Alles gaat hier kapot. Maar ik heb nog steeds vuur. Dat is nice. Deze heeft ook vuur. Kijk, ik mag er niet door van hem. Ik ga wel eventjes een hartje pakken, want volgens mij lag hier ergens een hartje. Of is die alweer weg? Shit, die is alweer weg. Dan heb ik er niks aan. Dan ben ik voor niks teruggelopen. Laat me rust, met rust. Verblind hem? Kan ik nu wel hier dit... Nee. Wat moet ik doen? Wat is de bedoeling? Ik heb geen bol. Is er ergens nog een bol? Ik heb niks om te raken. Oh, wel. Wel. Hebben we wel. Slaan. Boom. Lekker. Maak zijn webpie kapot. Nice. Ga je pakken, maat. Kom maar. Kom hier. Lekker. Dat was het. Hoppakee. Yo, maar dit was cool. Dit is eindelijk een keer een Mario game met een boss battle waarvan je denkt... Oké, dit was moeilijk en ik moet gaan puzzelen en hoe gaan we dit doen? Dit was super vet. I like it. Nice. Gekke spin. En we hebben... Ja, dit is een belangrijker diamantje. Je ziet het, hier gaat meer kracht vanuit en we hebben hem te pakken. Want dit is gewoon een deel van de maansteen, denk ik. Lekker, oh nee. Oh nee, de spin leeft. Ja, maar de spin is op zich wel aardig. Maar het was gewoon een kleine spin. Zie je? Dat is gewoon een aardige spin. Maar die spook die had gewoon de macht overgenomen van deze gekke spin. Ga maar chillen, man. Ik laat jullie met rust. Het enige wat ik wilde was dat steentje van je. Oké, misschien is het nu wel tijd om weg te rennen. Oh, Luigi is gewoon best wel cool. Versla de bron van de krachtige energie. Check. Kawibus. Meneertje. Merkwaardig. Een spook dat bezit neemt van andere wezens. En hij had zelfs een fragment van de donkere maan in zijn buik. Oh, maar gaat het wel? Dat was een flink duel. Maar je hebt dat eindspook met je spookzuiger 5000 goed laten zien wie de baas is. Je bent vast uitgeput. Ik hou je nu terug. Dit was een super vet gevecht. Want als jij dat ook vond, doe zeker even een duimpje omhoog. En abonneer gewoon gelijk. Kijk uit voor die spin. Maar hij wil matties zijn. Deze spin wil matties met je zijn, Luigi. Ja, daar zijn we weer hoor. Luigi, mijn jongen, wat een gevecht. Je bent dat spook te slim af geweest. Laten we de indringer eens nader bekijken. Ja, ik ben ook wel benieuwd wie dat is eigenlijk. Wat is dit voor een gek spook, man? Gekke eenhoorn. Ik weet nou niet of dat zijn mond is en of dat tanden zijn of dat zijn ogen in zijn mond zitten. Die ziet er heel gek uit. Fantastico! Nu we opnieuw een fragment van de donkere maan hebben gevonden, missen we alleen nog de rest. Ja, inderdaad. Dus ons avontuur zit er nog lang niet op. De donkere fragmenten, die liggen verspreid. Maar hier is die. Het is bedekt door een laag donkere energie, net als het andere fragment. Maar vrees niet, dat schrobben we er wel af. Op de platenspeler. Logisch. Ja, dat is wel een sick platenspelertje trouwens, als die dit kan. Oké, nou, Kawibus liegt daar in ieder geval dan niet over. Oh, kijk eens, de wolken gaan weg. En zo te zien... Moeten we nu ergens anders naartoe? Als mijn vermoedens juist zijn... Wat zijn je vermoedens dan? Hij wil de kaart bekijken. Oké, is goed. Bekijk jij de kaart even. Oh, daar moeten we naartoe. Ik was hierop voorbereid, dus ik heb de telepixelaar een beetje aangepast. Nu kunnen we naar de volgende locatie. De Woekertorens. De oorspronkelijke eigenaars waren dol op exotische planten die nu steeds meer zijn verwilderd. Oké, een leuke loodgietersklus. Dat is hem voor de volgende aflevering. Abonneer, doe een duimpje omhoog en dan zie ik je daar. Mazzel.